Hallo? Die kat in die toilet. In die toiletpot. Hoe bedoel jy nou al die kat uit? Wil jy nie jou hand in die water druk jy? Nou moet die kat nou versuip. Hi allemaal, welkom by Chika's Show. Die week het ons one of South Africa's finest actors, colored actors, Maurice Page. Yeah, he came to finish me off. How did he threaten you? I got a bullet in the post. Look, this was self-defense, right? You do realize I'm gonna have to take you in, Calvin. What? I have to do my job here. Oh, come on, man. Angie, you know what? You talk to him. Tell him that this was self-defense. Welcome. Lekker, thank you, man. Thank you. Maurice, vertel us a bit more about yourself. Ik persoonlijk weet niet waarvan af je is. Ik heb gedacht, je gaat veel wachten voor. Ik wil het oplezen. Ik ga niet veel wachten. Oké, nee. Ik kom van. Ik was geboren in Maitland. Oké. Afrikaans is niet. Ja, kijk je, check maar. Gooi me altijd weer. Oké. Okay. Is het eindelijk Engels of eindelijk Afrikaans? Ik is Afrikaans. Oké. Maar oké, ik was geboren in Maitland. Groot geraak in Heidelberg Kaap. Dat is in Zuid-Kaap. Oké. Die land, hulle noem het die land van actors. Is het? Ja, want Opa Goli, Goliath Davis was actually het was die born element van acting daar zo. En zo het Christo Davis, Theodore Yankees en het was er nog maar af en aan gekomen. Dus ik moet 20 trekken als ik wel actress word? Nee, zij is een natural, want een booster is was actually niet te veel van. Mos reeds. Yes. Luister in, het jy geleer om een actor te worden? Ik heb een jaar gestudie, ja, maar ik hou niet van om het te sê nie, maar voor mij persoonlijk, het was een waste of time. Oké. Because wat ik geleerd heb in een jaar is wat ik al klaar geken heb. Toen heb ik gevoel, maar unfortunately at the time also I couldn't afford to do my second, third and fourth year. Okay. So I decided to just fall into the world of getting myself an agent and then boom, you know, it happened overnight for me, I must say, with a lot of hustle. Okay, that's interesting. So jy is van die mense wat 3 jaar geleer het en dan hulle anders gedoen het en dan is... Nee. Ek was, dis hoe ek sê, ek weet nie of ek het met unfortunate noem nie, maar at the same time I want to say fortunate. Ja, not really unfortunate. It was a timing. Ja, want allemaal het die geld die en as jy nou soos ek is amper 30 en jy besef nou jy ouwe bykie ervan en dan, as het lekker om soeens te hoor dat daar mense is wat jy gestudie het daarvoor. Ja. En jy wil nog altijd die actor gewees het? Nee, weird enough. Ek wil rugby player gewees het. En ek geloof stellig aan, my opa was een groot rugby speler en ek denk ek het in sy voetsteps gevolg. En ek geloof stellig, as ek my seer gemaakt het in matriek of een jaar toe ek my rug seer gemaakt het, dan sou ek definitief in Suid-Afrika gaan represent het vandag. Ek geloof aan tot op vandag toe, maar it was not put out for me. Stel is amper springbok. Technically as ek een springbok. Luister hier, en hoe toe jy rug seer gemaakt, het jy nou nog rug probleme? Ek het een larig probleem, ja. So dit is, ek kom vanuit het af, maar toe ek het actually eerder seer gemaakt met my bodybuilding, wat ek 4 jaar geleer begin het. O, ja, of course. Toe, nou is hy completely... In sy kanon. In sy glory. Wat ek nou vir jou gevraag het. En so in jou free time, wat doen jy in jou free time? Speel rugby? Ek speel rugby. Heidelberg host elke jaar, einde oktober, host ons een sports weekend. So wat gebeur is daarna week is wanneer al die politiemanne, die ambulance ouwens, die manne wat op die land werk, hulle vorm teams, dit is amper soos een community project, maar dit is een geldinsameling vir die skole rondom in Heidelberg. Kwaai. So dan speel allemaal nou rugby, tennis, sokka en al dat, maar obviously val ek in by die rugby, maar dit is een fun element. En dan speel ek ook elke jaar vir die Cape Town Tens rugby. Oké, was jy daar daar? Ja, dit het my ook kassier gemaakt. Ek had my volheid. Is recht. O, dat wil ek vir jou gevraag het. Allemaal ken moes maar vir jou. Dier is een dingo. Is ek recht. Of weet jy nie dit? Kijk jy Calvin, was jou naam moes. Nou, hoe lang was jy bij sy dingo? Ja, 11 jaar. En ek regret nie 1 seconde nie. Sal jy sê, dat was jou breakthrough? To die wereld, to die acting industrie. Ja. Maar voor dat het ek iets gedoen het, ek actually begin met TV op SABC. Oké. Nie SABC 3 nie, maar SABC 1.
wat ik actually in mijn hometown in Heidelberg geschied het, is advertentie voor Engine. Oh, wow. En dat was mijn first time on screen. En toen daar, na daar, heb ik samen met Gerrit van Schoonhoven gewerkt. Hij heeft me een breakthrough gegeven actually van acting op screen. Oké. Okay. Op Kijknet. En maar na daar mijn big break was, is het ding. Oké. Okay. Ja. Yeah. In 11 jaar, zie je? 11 jaar, ja. Wat is de reden voor die move, Cape Town? Kijk, 5 jaar voor daarna heb ik met mijn mentor gepraat. En ik was voortzettend in de avond om samen met hem te blijven. En langzaam om te blijven. Ons kamer, Kevin Smith. Oké. Maar hij heeft mij daar tijd al gezegd. Kijk, je maakt zeker... Ik weet niet hoe lang ze gaan blijven bij Sopini. Maar maak zeker dat je voeten... zo established terwijl ze hier is, maar dat je niet te lang blijft niet, maar volg op. Vind jezelf in andere soapjes en andere producties, maar spread your wings. En zij alleen zal voelen wanneer het tijd is voor jou. Okay. En weird enough, 10 jaar toen begin ik een gevoel te krijgen. Maar ik denk het was ook die vibe wat gebeurde met SABC. Ja, yeah, ja. Yeah. En binnenin, ik ga nog niet die namen noemen, maar binnen een environment, het voor mij die kind of die stoel te geven van okay, maybe it's time. And then I start to tap into, okay, who's looking for me? Who would want me to have on the show? And then I was like, as soon as I got out there, it's like die ene van me hier, en ze like. Hoe kan je kies en kier, meneer? Ik was dus like, jij! Wow! Dat is niet zo'n maar ja. Oké, en kijk gewoon die fame, nee. Zou je zeggen dat dit na is een ding gebeuren? Die fame? Ja, wanneer mensen je nou redelijk begin ken? Aan het begin, obviously, we staan en zij is used to it. Vooral als je van een klein dorpje afkomt. We staan en zij weet nog niet redelijk hoe met die goed te handelen. Ah. En dan zo over de jaren deel ze maar met het. En dan, ik meen, zolang als wat ons wel in de industrie is, dit is een open punt wat zij wil niet meer in die limelight wissen. Zij wil niet die werk doen. Zij is over het nou. Ja, ja. Maar kijk, hoe ze gedeelt daarmee is, maar dit is deel van die package. Ze hebben teruggegeven voor die mensen, want hulle is actually mensen wat die support, wat jou, yes, zoals ze je salary betaalt. Yeah. Want hulle likes je werk wat ze doen onscreen. Mm. So it's kind of also a way of giving back to them and say, okay, yeah, thank you, you know, let's take it, you know, a photo, whatever crazy moment you have with them. And it's also nice, because I mean, I personally love going to the small towns. Because those are the people that actually appreciate what you do. Most. En dat is type mensen. Ja, ja. Hij is judgmental, man. Ja, ja. Hij invite je zomaar niet, kom een stukje gebakte brood, en een beetje sop en verstaan. En dat is actually waar ik mijn kracht op deel. You know, that's what takes me, actually motivate me, go me back in like, when we go to the pen. En dat is ook humble, dat is veel lekker grounded. Ja, so ik love it. Ik love it. Maar ons altijd klein dorpje mensen. Oh, yeah. En dit is van off topic, want ik is nog bij je interested in die hele acting ding. Hoe lang prepare jij jouw scripts? Zeg maar nou, jij werkt nou vandaag. Nou, hoe is het voor die aanvoertijd, is het die ochtend, hoe prepare mensen voor die volgende dag zo werk? Van jou is werken, is toe werk het? Zijn jullie al lang in de industrie? Yeah. Al, oh. Bij jou mensen het verschillende methods. Kom ook begin zo. Okay. Want ik wil die verkeerde boodschap ook daar uitzet voor mensen wat nu via luisteren hebben staan. En dan zeggen, oh, hulle wil ook dit doen nie, en dan... Kan alleen is het nog niet dezelfde, nee, ja. Ja. Ah, maar dat is zo kwaai, zo zijn niet, nee. Ja, zie je, dat is gelijk te doen met kwaai. kijk, bij je, zoals ik ken, bij je formaat acteurs, wat 2-3 dagen, een week voor die tijd, soms 2 maand voor die tijd, hulle prep. Verstaan je? Hulle zoeken werk voor die tijd. Yes. Hulle prep format is lang voor die tijd, verstaan je? Yes. En vooral als het jouw stijl is. Ja, vooral. Voor mij is het nog langer vat in Engels als het in Afrikaans is, verstaan je? Ja, ik heb Afrikaans, maar je dat als doen moest met hoe ze apply met je acting en je woorden. Dat is once again my format. Ik is hier een baie goeie leser. Ik hou niet van lezen. Dat boort me verschrikkelijk. Okay. Maar het is wel belangrijk om te lezen, om te weten waar je storyline gaat en waar je character actually past. Okay. In verschillende werelden, in die soapie. So het is baie belangrijk om te lezen je script. Maar ik vat gewoon een aand voor die tijd. Dan lees ik gewoon, okay, die scenes wat ik in is, lees ik net en dan zet ik hem neer. Dan leer ik om
like 'n uur of twee voor die tyd, voordat ek moet nou regtig op steel moet gaan. So jy like what under pressure week. Is daar die ding of wat? Mense sê dit, maar dit is nie so nie. Is net ek likes myself surprise in a moment. Okay. Verstaan jy? Want as ek kyk hier, vir elke action is almost a reaction. Nou ek feed van wat ek kry. Van die fellow actor, because hoe ek het leer en lees, gaan nie wees hoe sy dit vir my gee op die einde van die dag. So ek los daai bietjie spasie vir op die einde van die dag, want ek my woorde leer, so ek, okay, cool, ek leer dit net om te, ek lees, okay, ek ken het is daar. Nou, hoe jy dit vir my sê, is hoe ek gaan react. Verstaan nie, because ek ken nou die woorde, maar sommige keer as een mens my woorde leer, precies hoe het op die bladsy is, as jy altyd hoe dit gaan uitkom nie. Verstaan nie, so ek is altyd like, okay, ek los daai bietjie, so like, oh, so jy sê vir my soon, nou weet ek hoe sy verstaan sy. And I always go for that thing of, daar spasie vir groei, in die character. So, dis hoe ek my woorde leer, maar ek weet, mense doen een week voor die tyd, wat hulle moet sit, like, soos hulle sê op die school, papegaai studeer. Ek kan weet nie die doen nie. Movies, ne? Ja. Is dit iets waarin jy baie belang stel? Ja. Ja. Want ek sien vir al colored mense, ek sien hulle op die soppies, maar dit sien hulle nie lekker op die movies heen. Nou, is daar nie baie geleenthede nie, wat is die story? Is dit net seker is wat aan mekaar gefeature word, of maak Suid-Afrika nie, is daar nie genoeg opportunities heen, of wat is die story? Die opportunities is definitief daar. Is het? Ek dink dit hang af van die production companies en die producers wat siekere gezichte wil hee, om hulle movies te maak met die geld. Okay. We staan nu op een of andere dag, maar die talent is definitief daar. Die talent is daar, ja. Dus daar, als je een mistake wat kan maken in die Kaapen niet, of even in Joburg, we staan niet. Maar ik denk, dat het alles te doen met hoe hulle geld gaan maken op een of andere dag, als er in movies uitzit, verstaan niet. Maar movies definitief, daar is, dat is waar mijn aandacht lê ook. Maar ik is meer behind the scenes, because ek produce nou meer stuff, indirect stuff. So, dit is definitief waar my aandag is, en waar we 2020 gaan vir myself, besides het Ooster. So, ons is definitief klaar, bezig met twee groot projekte wat ons wil doen. Wanneer kan ons nou vir dit verwacht, 2021, 2022? Om een jaar waar het sal uitgaan, 2021, ja, maar ons werk nou al, ons is in pre-production al klaar van dit. Okay, nice. Nou, sien jy lekker, ek het nou weer baie uitgejaagd met die acting goed. Maar die acting goed is, ons allemaal kan nou gaan act. Kijk jy en sê vir awesome story meer van jou uit te vind. Nou geef vir, wat is jou pet peeve, iets wat jy nie kan hanteer? Een slang. Een slang? Oh, ek kan nie een slang hanteer. Ek kan nie. Ek voel ook soor een slang in een muis. Ek kan even aan hom kyk op jou, op een phone of een ding. Dat word hy nie uithaai, want die mense die foto's op my nek vat en die nie. Ek kan nie. Okay, en geef ons 3 things we don't know about you. Oeh, joh, 3 things. Jy was nou soeke dit vir 10 jaar gevraagd, dit moet nou baie makkel doen. Ja, 3 things that people don't know about me is that I love traveling. Oh, okay. Ja. Was jy al baie oorsee? Ja, verschrikkelijk baie. So ek is rijk, jy het baie geld. En die feit dat ek baie pampered is by my oma. Oké, dit is een oma-kind, oké. En de laatste is dat people weten eindelijk dat ik een rugby-speler is. Oké, oké. Jullie zijn belangrijk voor deze rugby-speler. Nou gaan ons een game spelen. Ons eerste game. Ons gaan nie voorbarig wees, ons gaan nie vraag van Love Life nie. Ek weet jylle wil weet, maar ons gaan nie van dit vraag nie. Ons gaan, die game's naam is This or That. So, hoe kan voel ek daar is een prijs hier so? This and That. Ja, jy moet een van die twee kies. In Afrikaans is ek dit of die. Dit of dat. Ja, dit of dat, sorry. It's just your preference, verstaan jy? This or That. Okay, long or short hair? That. Short. Jy moet vir my sê. This or that, short hair, long. Okay, long of short? Long. Okay. A model or actress? Nie een van die twee nie. Maar as ek moet kies tussen die twee actress. Actress, okay. Okay, ek neem aan die models. Goed, gaan met die models heen. Okay. Someone who questions your every move, or someone who wants to dictate you? Like, wil sy wil op jou kop sit, een van die kies. None of the two. Yes, she. Nee.
Jy moet kies, dat is die pik van die game. Questions or dictates? So jy sit op jou kop, jy laat allemaal sê. Misschien question, net omdat ek moet antwoord question. Okay, second last one. A thick one or skinny one? A lekker thick one of a skinny one? Thick. Okay, last one. Boobs or bum? Bum, bum. Bria, bum, bum, bum. Such a colored guy. So that was the first game. We're about to play the second game. It's called 30 Seconds. Of course, you know it. Yes, 30 Seconds. To explain this game to me. So, he's an actor, so it shouldn't be too difficult. So, let's see. Maurice, are you ready? I am ready. Let's go. First one. Denim. Denim. James Bond. I wish. And then, on this special day, I give you many... How do I do that? Hearts. Uh-huh. Special day. Oh, Valentine's Day. Oh, yeah. And then, it's a drink. It's also red, blue can. Red and blue can, drink. Red it's, Bull. It's dark. It's dark. Very old. Very old. Oh. Coca-Cola. No. Starts with my surname. Pepsi. Here we go. He's a very famous athlete. He's running like this. If he doesn't have his legs on. And he killed his woman, his wife. I'm Oscar Pistorius. Here we go. Pretorius or Pistorius? Pistorius. Huh? You got it though. Saldana? Or OC, altijd Oscar, that's genaamd. Die Drags toe? No. It's the city. Kijk, it's South Cape, ne? Ja. Naar die beach kant. The West Coast. Yeah, okay. But it's not West, but it's... Ik zei mij, bro, als ik ga party is, doen ons het... West Side. No. Doen ons het mal of doen ons het... Wild West? No, Wild Coast. Okay, Wild Coast. Zij het genoemd nou die drinkse naam, wat je nog niet genoemd? Pepsi, Coca-Cola. Dat is wat die moslims doen elke jaar. Wat jy wat julle doen? Ons doen baie goed. Okay, dis wanneer julle die rye fase gaan om nie te eet nie. Okay, Ramadan. There we go. Unfortunately, we've come to the end of our show. Maurice, enige laaste woorde vir mense wat opkyk na jou toe, whether hulle jonk is, oud is, ek weet, daar is baie mense vir wie jy inspireer. Enige wyse woorde vir hulle? Ja, kyk, ek wil vir julle sê, hou op kyk na hoe mense lewe daar buite op die internet. Stel belang in die craft. Stel belang in hoe mense regtig 'n living kan maak in die craft. En die geld en die fame en die bling wat julle sien, it's not true. 90% of it, it's not true. So, be more prepared what you want to do in the industry than to go for money and all of that stuff. Because while there's much, much more out there to just be famous. Learn and get to know the craft of the industry. Salute. Dankie Maurice dat jy gekom het. Dankie vir die lekker interview. Is lekker om te sien dat jy nog na 11 jaar en nog plus 3 met Suid-Ooster en plus jou alle jare nog altyd grounded en humble is. Is lekker om dit te sien. Mens kry dit mee al dag hè. And then for everyone who tuned in, thank you so much for watching the show. Catch me next week on Chica's Show. Yes, Chica's Glossia. Hi, it's your girl Rashika. Thank you for tuning into this week's show. If you want to watch it again next week, it's easy. Just subscribe. And if you'd like some more content, watch this video. Ciao!